Hoi kijkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Lieve de Remus. We zijn hier in de natuur aan het wandelen weer al. Hoewel dat het toch nog de laatste dagen mooi weer is. Er is een zich zot aan het doen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Tingelingeling. Ja, mijn schat keek al zo. En is ook aan het genieten van het zonnetje. Daar gaat de bel. Zo, dat komt zo niet meer op. Oké dan. Yep. En zie dus daar een mooie paarden eigenlijk. Maar ik zeg dat soms wel tegen mijn dikke ding, dat ik met de zin ga wandelen. Ja, dat is wel. Zie dus hoe mooie paarden. Oh, wat kan soms vriendschap, liefde toch wel mooi zijn. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Hé, schatje? Ja. Klopt. Oké. Okay. Helemaal als een bus. Oh, ik ben echt aan het genieten. Zij ook, achter mij. En zij ook, langs mij. Hebben ze haar gezien of wat? Ja. Leuk is het in de klas. Ik zou altijd eerlijk een vriend om dan hier of maar. Niet de ganse tijd. Oh, dat is goed. Voilà. Niet dat je het tegen haar zin doet, hè? Nee, ik probeer ook haar privacy te respecteren. Ik probeer iedereen zijn privacy te respecteren. Moeilijk woord. Privacy. En als gek was ik met profit film ik ook. Ah, oké. Okay. En ik ga jullie nog laten genieten van weer mooie natuurbeelden hier in Sint-Joppen-Goor. Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could, could.
voorlezen? Dat mag. Oh nee, ik ga dat niet doen in de vlog. Ah, oké. Okay. Mag dat niet in de vlog? Liever niet. Oh, oké okay dan. En hoe vond je het dagelijks, schatje? Vermoeiend. Maar het was wel leuk. Ja. Oké. Okay. Sorry dat ik niet recht in de camera kijk, maar ik let op de auto's. Ja, want nu valt qua drukte valt het nu terug mee. Maar voor terug te keren van Antwerpen uit, waar we zijn gaan wandelen in Sint-Gabriel-Goor, in Geel, ja, daar is dus de autostrade volledig afgesloten. Ja, en daar zijn we dus af moeten gaan. En dan hebben we even een klein stukje file gehad. Dan hebben we ook nog heel eventjes ons bezig gehouden met de Discord, met de fans wat te praten. We gaan trouwens ook terug op Discord komen. Daar hebben we gezien om ons van dat ze toch ons niet duidelijk kunnen horen in een auto. Ja. Want daar werd echt gezegd geweest, we staan nu niet, we staan nu niet, ja. Jammer genoeg gaat het dan niet voor in de auto Discord te doen. Ziet. Zo, één auto staat mij dus even aan die kant voorbij en dan even, hup zo, helemaal voor de afrit af te gaan voor nog twee auto's in te schieten. Goed bezig, mensen. Nu dat je het toch in de Discord, over Discord had, hè? Ja. Ik ga het toch voorlezen. Sommige mensen willen ook gezond zijn, hè? Plus uitgerust zijn, maar wees gerust. We komen zo even terug, terwijl Timmy aan de vlog bezig is. Misschien Timmy alleen, maar dat is nog niet zeker. Als jij denkt dat, als jullie denken, eigenlijk moest ik jullie schrijven, maar ik heb wel ook jij geschreven. Dat denkt, moet je weten, maar wij gaan vaak wandelen voor conditie, plus ook voor af te vallen. En ik probeer op dieet te gaan. Volgende week dus heb ik meer respect voor de mensen die werken, die willen gaan wandelen en zo. Dit is niet verkeerd bedoeld, maar zo denk ik erover. Iedereen heeft een eigen mening. Dat klopt, maar als ik als een meid met een beperking en ik ben niet boos, laat dat maar duidelijk zijn. Dat heb ik gezegd. Ja, sorry, ik ben rechtuit. Ja. Meneer, staat mij juist weer alleen voorbij, in een Duitser nu wel. Ik was zo aan het bellen achter het stuur. Ik had gewoon van rijvak veranderen zonder ook weer een pinker aan te doen. Mag ik nog verder zeggen wat de reacties zijn? Ja, en nu mocht jij verder gaan. Ik vind dat ik zo hier een beetje respect moet hebben. Ik vind dat hij straf moet krijgen. Wij zijn allemaal trots op je, Bea. Groot gelijk, Bea. Wandelen is het beste medicijn voor een goed gezondheid. Dus mensen, als er mensen zijn die willen gaan wandelen en die lange afstanden wandelen, daarna ben je helemaal op. En nu hebben we niet zo lang gewandeld, maar denk nog eens aan dinsdag. Wat we dinsdag gewandeld hebben. En aan de temperaturen. En aan de temperaturen. Dat maakt een mens moe. En dat is niet verkeerd bedoeld naar jullie toe. En ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen wandelen of gezond leven of iets van sport doen. Want dat is echt wel nodig in een menselijk lichaam. Omdat als je dat niet doet, dan ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, schat. Ja, dus als je gaat wandelen, je doet dan... Je gebruikt energie van je voedingsstoffen en al. En dat maakt je ook vermoeiender. En daarbij valt je ook af als je redelijk veel gaat wandelen. Want ik heb bij de cardiologie had ik echt verschoten van mijn gewicht. En dat had zij ook gezien aan mijn reactie van wow. Ik dacht dat ik 80 weegde. Maar uiteindelijk woogde ik op dat moment 88 kilo. Dus ik wil dat er terug weer kilo's ervan afgaan. Vooraleer dat ik weer heel veel last ga krijgen van mijn rug.
Dus welke remedie hebben we dan genomen om veel gaan te wandelen? Oké, dinsdag was het 31 graden, zelfs 32 graden. Grondtemperaturen zijn zelfs nog iets warmer dan de gewone temperaturen, gewoon in de open lucht. Dus wij hebben echt ook afgezien. Ja. Wij hebben zelfs gewandeld op steentjes, zoals jullie konden zien in de vlog toen. En dat deed pijn aan onze voeten eigenlijk ook. We hebben een heel lang pad gehad waar steentjes lagen. Ja, dat klopt. En wij willen gewoon gezond leven, omdat ik weeg 92 en normaal zit ik tussen de 90 en de... Wacht, tussen de 70 en de 90 in. Dus dat is voor mij doen echt niet goed. Ik moet er echt op letten, ook omdat ik een schildklier heb die trager werkt. Oh ja, dat schoot in een andere auto voor een andere auto in. En weten we dat die terug nu naar deze rijvak gaat komen? Nee, toch niet. Sommige auto's, hè. Oh, of chauffeurs, beter gezegd. De auto's kunnen er zelf niks aan doen. Het is echt de chauffeurs. Mag dit stukje ook in mijn vlog komen? Dan sluiten we het samen af. Ik en mijn... Allee, dat jij uw afsluiting eerst doet en ik de mijne? Ja, want ik wil nog iets zeggen naar de kijkers toe. Ah, oké. Doe maar. Dus ik ga nog even over de wandeling hebben. Vandaag was de wandeling echt ook heel tof. Samen met mij, Chris. Want Chris, ja, heb ik jullie ook teruggezien na een langere tijd niet meer in mijn vlogs aanwezig te zijn. Maar het heeft ook te maken ook met de privacy en de besmettingsgraad van hier ook in België. Want zij respecteert wel echt de regels, ja. De coronaregels. Gelijk als er gaat weer al sprake zijn dat Antwerpen in lockdown gaat, provincie Antwerpen. Dus bijvoorbeeld, dan moet je een papier hebben als je bijvoorbeeld alleen maar gaat werken in een andere provincie, krijg je een papier mee. Tikkie, gele. Ja, daar spelen we dus ook heel vaak. Dus als we gele auto's zien of gele camions of gele, noem maar op, als ik maar rijd en het is geel, geven we zo'n tikje naar elkaar. Ja. Voilà. Ik wil ook iets zeggen tegen mijn kijkers. Ik vind mijn dag heel leuk. Tot op het moment dat er problemen waren op Discord, om het zo maar te zeggen. Ik probeerde een uur te zeggen op Discord. Wanneer we in de spraakkanaal kwamen. Maar dat wou ik niet verzenden, omdat ik geen bereik had. En dan vind ik het niet fijn dat mensen gaan zeggen dat ik excuses gebruik. Want ik heb dat nog voor 2 uur gedaan. En het is niet verzonden op Discord, wat ik niet gezien had. Omwille van dat wij in the middle of nowhere zaten in Sint-Job-Goor. Ja, en ik wil niet dat iemand denkt dat wij leugenaars zijn. Of dat ik een leugenaar ben. Want ik ben altijd, en dat kun je ook navragen aan personen die jullie kennen en die mij ook kennen. Gewoon navragen hoe ik ben. Gewoon vragen, is Bea een leugenaar of niet? Of is Bea oprecht vrolijk of niet? Iedereen kan dat aan me zien. Ik ben oprecht eerlijk. En ik vind het dan niet fijn dat mensen gaan zeggen dat ik excuses gebruik. Want dat is totaal niet waar. Oké, ik heb misschien wel eens excuses gebruikt bij Dimitri. Of als ik een gesprek had. En dat over Dimitri ging. Maar dat is mijn leven. Dat is, en ik vind niet dat ik tegen jullie moet gaan liegen. Want waarom zou ik dat doen? Daar heb ik toch niks aan. Toch? Dat is wel waar. En bij deze zijn we nu aankomen terug aan ons appartement. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal en ook op haar kanaal. En vergeet ook niet op ons belletje te drukken, zowel op mijn belletje als op haar belletje. We zien elkaar weer al zo snel mogelijk terug in haar vlog. En we zien elkaar nog morgen terug. Salukes. Nog één ding. Oh, oké. Ze wil nog iets zeggen. Ik wil eigenlijk een weekvlog gaan doen. Dat is ook weer waar. Omdat ik eigenlijk te weinig momenten heb om te filmen.
En als ik een weekvlog maak, dan kan ik kleine stukjes maken, waardoor ik minder stress op mijn lichaam heb van, oh, ik moet nog een vlog maken. Oh, ik moet dan nog een vlog maken. Als ik een weekvlog doe, dan heb ik die gevoel denk ik niet meer. Of hoop ik toch van niet. Omdat ik dan meer 's avonds kan vloggen wat ik gedaan heb. En ook gewoon zeggen hoe ik me voel of zo. En gewoon lol trappen als ik bij Dimitri ben. Dat vind ik het fijnste dan als ik continu moet filmen en niet eens weet wat ik kan filmen. En niet eens weet wanneer ik kan filmen. Want ik ga ook nog naar een dagcentrum. Hè? En op woensdag ben ik daar de hele dag. Op maandag ben ik daar in de namiddag. Op dinsdag ben ik daar op de namiddag. Dus dat gaat gewoon niet. Om dan te filmen. Want daar mag ik niet filmen. Ik mag alleen op... Ja, ik kan alleen buiten filmen. Of op mijn kamer. Of in de tuin. Dus ja, ik heb geen zin dan om elke dag een vlog te maken. Of dat zo. Hetzelfde is. Ja, het is continu hetzelfde. En dat wil ik niet. Ik wil iets leuks voor jullie kunnen doen. Mm-hmm. En ik hoop dat Boef daar niet kwaad om is. Want ik weet dat Boef... Allee, dat Boef heel... Ja, heel speciaal is. En ook een goede kijker voor ons is. En ik heb hem heel graag. Dus ik wil niet dat hij kwaad op mij is. Daarom dat ik elke dag een vlog ging doen. Maar dit is hoe het voor mij is uitgekomen. En ik hoop dat jullie daar niet kwaad van gaan zijn. Dus dan, ik begin dan maandag met een weekvlog. En dan komt de week daarna online. En sorry Boef, je kunt wel nog naar mij kijken via Dimitri. Dus dat is wel al een goed doelpunt. Kijk daar dan al naar uit. Ja. En mijn weekvlog zie je dan de week erop. Ja, want zij komt elke dag in mijn vlog voor. En dat probeer ik dan ook zo echt aan te houden. En dat was dus weer een melding van Facebook. Iets weer al in Alke leeft geplaatst. Maar bij deze gaan we de vlog nu wel echt afsluiten. Ja. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Doei! Salukes! Joe!